Een hele goede middag. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Dit keer de wedstrijd, de marathon van 2024. Dat is in dit geval een keer in maart. Wordt die al gevist? Ik weet niet, nog steeds niet waarom dat zo is. Want het is een beetje vroeg in het jaar in mijn optiek. Maar ja, maakt niet uit. Ik vis hem. Waren niet dat ik alleen ben, want Jesse die had zich vergist in een weekend. Die dacht dat we volgend weekend pas de wedstrijd hadden. Nou, dat is dus niet zo. Maar ja, jammer. Dus ik viste hem deze wedstrijd helemaal alleen. Ik wil even nu al Wouter even bedanken. Woetiekarp. Die kijken maar op zijn Instagram of zo, of Facebook. Die heeft me even weggebracht, want ik heb uiteraard nog steeds geen auto. En als je al dit vervoer, bootje, onthaakmat, tent, alles mee wil nemen, dat past niet in een Hyundai i10. In ieder geval, die mijn vrouwtje wel heeft, die auto. En Wouter heeft mij even afgezet bij het punt waar ik altijd de boot te water laat om naar de stek te varen. Dus Wout, hartstikke bedankt. Top. Ook fijn dat je hem zondag weer even komt ophalen. Helemaal top. Ja, en we zitten nu af te wachten tot de wedstrijd begint. Het is inmiddels 2:30. Alles ligt al klaar. Ik heb daar twee hengeltjes klaar staan om uit te varen. En daar staat er nog eentje. En ja, daar wachten we even op wanneer we dat mogen doen. Dus ik check zo meteen later weer in met Voervat. Tot later! Ja, het startschijn is net gegeven door de wedstrijdleiding. 4 uur klokslag. We vissen nu tot zondagmiddag 4 uur. 48 uur exact. Dus, wat heb ik gedaan? Nou, hier. Daar. Staat een hengel. En die zit, ligt aan de overkant, zeg maar. Ik vond het erg ondiep daar trouwens. Daar had Jesse van de winter wel, van de winterwedstrijd wel 3 vissen. Maar ik vond het er erg ondiep. Misschien is het juist de plek, ik weet het niet. Maar ik heb hem iets van afgehouden. Dus dat ik ietsjes dieper lag. Want het was, ik denk waar ik lag, nog geen 70 centimeter diep, denk ik, waar ik hem in eerste instantie wilde neerleggen. Hij ligt nu op ongeveer een metertje diepte. 1,5 misschien. Nee, een metertje denk ik. Dat is ongeveer 1,5 meter uit de kant. Waar het schuine aflopende stuk weer vlak wordt. Daar ligt een Ronnie rig met een gele pop-up. Geel schijnt hier het altijd goed te doen. Is de ervaring van een aantal wedstrijden. Hier. Er staan de andere 2 hengels en die liggen daar aan de overkant, hier langs, lastig aangeven, langs die wand zeg maar hier. Ook met 2 Ronnie rigs, eentje met de UV-bol en eentje weer met de gele pop-up. Tot een uurtje of dat het donker begint te worden, dus dat zal nu rond een uurtje of 7 zijn. Dus van 4 tot 7 doe ik het even met die dingen.
En vervolgens ga ik dan over op bodemaars, dus snowman presentatie of single boilies. En morgenochtend schakel ik dan weer over op Ronnie Riggs. Dat is het idee. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb vanochtend toen ik aankwam heb ik nog wat gevoerd aan de overkant. Klein spul, hennep en wat mais. Gemengd samen. Flink verspreid. Echt wel een redelijk tapijtje aangelegd. Is het te veel? Ik heb geen idee. Het is allemaal kleinvoer, dus het gaat wel snel op. Ik heb een paar losse bodies eromheen gegooid. Ik denk in totaal van deze twee stekken zo'n 500 gram bollen. Een beetje verspreid, zodat er hier en daar een bolletje ligt. Ja, ik hoop dat ze aan het scharrelen zijn. En dat, dat ze daarom zometeen gaan bijten. We zullen het zien. Ze liggen nu in. Dus ik ga me nu mijn teentje opzoeken. Ik ga even over een uurtje lekker eten. En hopelijk dat zo met de eerste vis, jongens. Nou, het is nu 5:30. Ik had er net 3 al kunnen hebben, maar het was even spitsuur en ik verspeelde 2 gewoon. Eentje kopschut vlak onder de top, schoot hij los. En een schreeuw met ongepaste woorden van mijn kant weer, maar ja goed. En de tweede, die was halverwege de drill, was nog ver weg, toen schoot hij ook los. Heel merkwaardig. Gebeurt me eigenlijk niet heel veel, maar deze mocht ik gelukkig wel landen. Op een gele pop-up. Super, de eerste. Hij gaat op de foto en dan mag hij weer lekker zwemmen. Top, hopelijk gaat het zo wel lekker door. Want als ik 3 aanbeten nog in 2 uur tijd heb, dan zitten ze er wel. Zo, net mijn avondeten op, nu is het nu 7:00 s'avonds en de tweede meldt zich, wederom op de gele pop-up, de verre hengel. Helemaal blij mee, echt super dit, de tweede vis van het jaar. En als ik om de 2 uur gewoon een visje vang, kom ik dit weekend echt top door. Heerlijk dit, zo lekker. Dan gaat op de foto en dan ga ik het bodemaasje er alvast aanhangen voor vannacht. En gaat hij op zijn plek. Yes, naar de volgende jongens. Top. Nou, inmiddels is het 8:00 en heb ik alle 3 de hengels opnieuw uitgevaren. Ik vis 2 hengels met de snowman en eentje met single boilie. Allemaal combi-richtjes. Dus ik heb een paar boilies eromheen gegooid. En dat moet de nacht gaan doen. Het is wel aardig donker aan het worden, dat zie je ook wel, want ik heb nu een lampje die ik nu in mijn hand hou, van mijn hoofdlampje, even als licht, zeg maar. Dus we gaan zo meteen drink nog even lekker een pilsie en dan misschien nog een knabbeltje erbij. En dan ga ik lekker slapen. En dan hoop ik dat ik gewekt word door een stevige run die ik dan vervolgens weer kan afdrillen. En dan weer aan jullie kan laten zien. Nou, hopelijk tot zo, jongens. En tot morgen. Of tot zo. Ja, 11:00. Vis nummer 3. Op de snowman. Dus hartstikke mooi. Hij gaat op de foto en dan gaan we weer terugzetten. En dan gaan we weer opnieuw proberen een nieuwe vis te vangen. Lekker dit. Op naar de volgende. Zo. 1:00 is het nu, 's nachts. Deze gaf me aardig wat sport. Midden op het water, zo een beetje rondzwemmen onder mijn bootje.
Hij gaf het niet op, hij was wel echt wel flink bezig. Wederom een snowman presentatie, niet dezelfde engel als net, maar een andere engel. Met een andere snowman presentatie op zat. Dus ja, hij gaat weer op de foto en dan gaat hij weer op zijn plek de lijn. En dan hoop ik op nog meer. Vis nummer 4 dus. Voor deze tijd van het jaar vind ik het helemaal super. Tot de volgende hoop ik. Kwart voor 3. De enige engel die nog niks had opgeleverd, heeft het ook gedaan. Een single boilie heeft het hem gedaan. Ze worden wel steeds groter. Deze is toch wel 8-9 kilo redt hij wel, denk ik. Dus top. Hij gaat op de foto en dan mag je weer zwemmen. Dan gaan we weer op naar de volgende vis. Toppie! Nou, het was een tijdje stil, de hele ochtend niks meer gehoord. En nu eindelijk weer een aanbeet, het is inmiddels 11:30 of zo denk ik, zoiets. Op de gele pop-up. Ja, super blij mee, nummer 6 voor deze wedstrijd. Dus hij gaat voorspoedig en hij gaat weer terug en dan op de foto en dan weer terug. Tot de volgende jongens. Nou, even een updateje. Het is inmiddels 5:15 op zaterdag. En het is de hele dag eigenlijk een beetje gewoon kut weer geweest. Dan weer regen, dan weer een beetje zon, dan weer een beetje regen, dan weer een beetje zon, een beetje hagel, een beetje zon. Bewolkt, een beetje regen. Dus het heeft de vissen niet goed gedaan. Ik had 1 aanbeet dus om 11:30 nog vanmiddag. Ik heb ondertussen de hengels weer 1 keer verlegd. En dat heeft tot nu toe ook niet mogen baten. Er zitten nog steeds 3 pop-upjes op. En ik wacht het nog even af allemaal. Voordat ik de avond weer inga met de gewone bodemmaasjes. Dus, maar die ga ik pas om 7:30 doen, denk ik. Ik ga nu zo meteen lekker even eten. En ik hoop natuurlijk wat beeld kan, dat ik nog wat vissen kan laten zien, maar ik heb er een beetje hard hoofd in. En, maar goed, de toekomst moet het uitwijzen. We gaan het al zien. Hopelijk tot zo. Later. Eindelijk weer een visje. Het is volgens mij 2:30 s'nachts of zo. Eindelijk weer een vis. De vissen werden echt lam geslagen door het weer. Ik denk dat het sowieso gewoon lam geslagen is. Het is best koud.
veel regen, veel hagel, koude bende allemaal. Maar goed, dit is er weer één. Gaat hij op de foto en dan gaat hij weer terug. En dan hoop ik er misschien nog wel eentje te vangen. Maar ik heb er weinig hoop in. Weinig kansverslagen denk ik nog. Maar we doen ons best en we gaan gewoon nog een keer proberen. Top dit. Toch nog eentje weer. Op de Snowman presentatie trouwens. Nou, het is nu 10:30. Zondag. De wedstrijd duurt eigenlijk officieel tot 4:00. Ik probeer wel al eerder in te pakken. Want anders ga ik het denk ik niet redden voor de prijsuitreiking. Dus ik zie alleen net dat ik de batterij op was bij de laatste karper die ik aan het filmen was. Die ik ving. Ik ving net een schubkarper, de nummer 8. Op de verste hengel op een snowman presentatie. Weer de verste hengel. En daar vang ik hem net op. Alleen, ja, geen beeldmateriaal. Want ik zag dat de batterij op was. Ik stond de camera helemaal uit. En toen ik de release wilde filmen. Nou ja, toen dacht ik, nu moet een nieuwe batterij in. Ik hoopte dat hij hem opgeslagen had, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Die karper hebben jullie dus even te goed in deze foto die ik nu laat zien. Deze vis. Ja. Nou, was een leuke vis. Ik denk dat het niet heel veel meer gaat worden. Maar ja, de weersomstandigheden zijn ook gewoon bar slecht. Alles is zeiken, zeiknat. Zometeen als ik in ga pakken. Ik denk dat ik echt doorweekt gewoon zometeen bij mijn lift ben. Dat is Wouter weer. Dankjewel Wout. Echt top dat je dit voor me doet. Bij gebrek aan eigen vervoer. Dus dat. En ja, ik ga het nu nog even proberen. We gaan zo meteen nog even lekker rustig middag eten. Ik heb niet zo heel veel beelden geschoten deze vlog. Want ja, er was gewoon niet veel te filmen. Buiten kan ik wel filmen hoe het regent. Maar ja, goed, dat heb je na één shot ook wel gezien. En veel andere dingen kon ik buiten niet filmen. Zoals normaal doe ik wel eens een vogeltje tussendoor filmen of iets anders. Ik ben er nu even niet van gekomen door het slechte weer, zeg maar. En ook hetgeen wat er om me heen gebeurt was gewoon niet zo spannend. Ik ben alleen, dus er gebeurt niet heel veel spannends. Ja, ik lig de hele tijd op mijn stretcher. Een beetje te slapen. Dat zie je ook wel aan. Ik ben gaar als een pakje boter, terwijl ik echt veel slaap. Maar dan weten jullie dat. Dat is even de stand van zaken nu. En ja, we gaan nu nog even een paar uur uitzingen. Ik ga nu al rustig al wat opruimen, het een en ander opruimen, zodat ik klaar sta. Om ieder moment in te pakken zodat ik in de minste regen me kan verplaatsen naar de plek waar ik opgehaald word. En mocht er nog iets gebeuren, dan zien jullie het zo. Hopelijk kan ik nog een paar beelden schieten, maar ik verwacht er niet heel veel van. Tot zo. Nou, de prijsuitreiking is geweest. Blijkt dat ik de eerste ben geworden. Dus yes, lekker. 8 karpers. Er was nog een ander team, Robin en zijn maat. Die hadden er ook 8, alleen er was één foto niet goed gefotografeerd op de manier hoe het moest. Dus die is afgekeurd, 1 karper. Dus tweede plek voor hun. En nog een derde plek was voor met 1 karper en een ander team, waren Sven en Bas. Ja, betekent dat ik met de volle winst naar huis ga. Het was een leuk waardebonnenpakket voor Raven, dus daar ben ik hartstikke blij mee. Ik heb lekker gevist, ondanks het klote weer en het alleen maar regenen. Hoop ik dat jullie toch een leuke vlog vonden, want ik heb niet veel beeldmateriaal kunnen maken. Ja, bedankt voor het kijken weer jongens en tot de volgende vlog. Ciao ciao!